Hey boys, vandaag terug een video over deze wereld is kut. Twee video's in één week, we zijn goed bezig. Vandaag een video over politiek. Nu dingen dat ik echt niet kunnen vind en zo. Het gaat over niemand minder dan deze fucking wijf. We hebben een schitterende co-lijsttrekker, zou ik zeggen, voor het Vlaams parlement. En dat is... Siam in the building. Ja. Siam in the building. Rustig in, zakzetter. Ik zal mijn bakjes maar houden. Want dit wijf, mensen, krijgt subsidiegeld. En dit wijf krijgt godverdomme veel subsidiegeld. Nog niet een klein beetje. En het ding daarmee is... dit wijf is gaan lopen met duizenden euro's. Echt waar. Dit wijf heeft... Ik heb mijn huiswerk een beetje gedaan. Een keuken voor een VZW... laat installeren in haar eigen huis. Tja, godverdomme, wat is deze? Een keuken voor een totaal andere plaats, voor een totaal ander nut. Dat staat ineens in mijn living. In mijn keuken. Ik bedoel, wat is deze? Dat staat er ineens. Hup. Godverdomme, ben ik nou helemaal verkeerd geweest. Madame heeft ook een dampkap laten hangen van 17.000 euro. 17.000 euro! Voor een dampkap! Zie je onder dat daar? Dat is mijn dampkap. Weet je wat die kost? Die kost 50 euro en die komt uit de fucking krevel hier in Sint-Niklaas, boys. Zo treurig is het. Ja, dat is gewoon echt fucking de waarheid. Dat is niet eens gelogen. Dat is nog niet alles, hè, want haar familie deelt ook mee in dat subsidiegeld waarmee dat ze ons in het zak heeft gezet, hè. Haar broer en toestanden hebben ook keiveel shit gekregen en al. Nu, de rechtszaak loopt nog. We zien allemaal wel wat aan het wordt, maar uiteindelijk weten we vooral één ding. Dit wijf heeft ons sowieso in het zak gezet. Dat weten we gewoon. Voor hoeveel en al, dat weten we niet precies. Er is maar één iemand dat zal weten en dat zal zij zelf zijn. En zullen we er ooit achter komen? Waarschijnlijk zullen we er nooit achter komen. Maar je moet weten, boys, die subsidie, dat wordt betaald door de werkende mensen. Door mensen dat belasting betalen. Hè. Jij, ik... Iedereen, hè? Iedereen betaalt fucking belasting, hè? Heb je ooit al een keer gekeken op een loonsbrief? Moet dat een keer doen. En moet ik kijken wat je normaal zou verdienen. En dan moet je een keer kijken wat je overhoudt. Godverdomme, dat is weinig. Ik op mijn vorige job, boys, verdiende 3000 euro. Weet je hoeveel dat ik ervan overhield? 1200 euro. Dat betekent fucking nog niet een helft. Nog niet een helft waar dat ik voor werk... Op die moment gaat naar mij. Dat gaat allemaal naar de overheid en naar de belastingen en de subsidies voor God weet ik veel wat allemaal. Want wij hebben daar ook geen kloten over te beslissen, over wat dat het wordt gebruikt. Die idioten, die beslissen dat gewoon fucking voor hun zelf. Zo treurig is het. Echt waar, boys. En weet je wat er nog het strafste van alles? Je zit er nog een heel jaar lang de helft of zelfs soms meer van je loon af te geven voor die fucking belastingen, hè. En dan, ineens op het einde van het jaar, komt dan een belastingsbrief en ik moest dan nog een keer 1000 euro betalen. 1000 euro, hè? Terwijl ik maar 1200 euro verdien, hè, man. Hoe treurig is dat, man? Ik heb eigenlijk gewoon een maand eigenlijk gewoon voor niks gewerkt, voor niet te kloten. Zo triestig is dat. Echt, man, die politiek, ik vind dat verschrikkelijk. Weet je dat er ooit... Ik was gisteren een beetje research aan het doen... En ik stampte op een artikel en dat was een politieker, ik ga zijn naam niet noemen, maar die mens zei, ja, onder de 5000 euro de maand, daar kom ik mijn zetel niet voor uit. Wat? Ik bedoel, wat? Fucking 5000 euro, man. Weet je, dat moet je een keer doen als je in de kruidvat werkt, of bij een bakker, of nog beter, een kuisvrouw. Een kuisvrouw moet dan een keer zeggen van, ja, weet je, onder de 5000 euro, ik zal wel gewoon in mijn zetel blijven zitten en wat tv kijken, wat pijsde. Ik bedoel, schaamt jij je niet dood? Ik bedoel, dat is belachelijk, man, wat dat die mensen verdienen en wat dat die maar moeten doen. Dat is fucking bullshit. Hebben ze ooit al een keer een parlementsvoorzitting bekeken op tv of online, wat dat is? Dat is belachelijk, hè, man. Dat zijn gewoon verschillende mensen. De helft daarvan, waar dat de plaatsen voorzien zijn er niet eens op een of andere godverdomme magische wijze. Die zijn daar dan al niet.
En de andere helft zit wat op zijn laptop, zijn iPad, zijn gsm te tokkelen, wat grappige Twitterberichtjes te verzenden en toestanden. En het ergste van alles, die luisteren niet naar elkaar, hè. Die luisteren fucking niet naar elkaar, hè, boys. Dat is echt treurig, man. Dan is er iemand iets aan het vertellen tegen een andere en die zit gewoon op zijn gsm, die mens. Die zit letterlijk gewoon op zijn gsm te tokkelen. Die luistert niet, het boeit hem geen reet. Zo treurig is het eigenlijk echt geworden. En dat is de waarheid, boys. Heb je ooit al een keer gekeken naar dat programma? Ik denk dan top 1 is. Ik kijk niet veel tv, maar ik denk dan top 1 is. Ons maak ik daar altijd naar vroeger. Dat noemt de zevende dag. En dan zetten ze zo'n paar van die idiote politiekers. Die zetten ze tegenover elkaar en die laten ze babbelen. En het ergste van alles is, dat is gewoon... Een andere haalt even adem. Dan een andere... Ja! Zo is dat, hè. Dat is echt gewoon fucking treurig, hè. Die antwoorden zelf niet op elkaar, hè. Dat is gewoon, ik heb mijn standpunt, ik vertel mijn standpunt. Ah ja, maar ik heb mijn standpunt ook en ik vertel mijn standpunt. En uw standpunt interesseert mij geen klote. Weet je, dat zijn mensen waar dat voor, wij gaan daarvoor werken, hè, boys. Elke fucking maand, elk fucking jaar betalen wij daar belastingen voor die idioten. Je moet dat weten, hè. Keiveel procent van uw geld gaat gewoon... Naar die mensen, hè, naar die mensen onder loon, naar de subsidies waarmee dat ze shit kunnen doen en zo. Dat is de waarheid, hè. Dit is gewoon fucking hoe dat het is, hè. En weet je, dat maakt mij kwaad. Ik vind dat verschrikkelijk. Want om eerlijk te zijn, weet je, België is een van de weinige landen waar dat je nog stemplicht hebt. Wat betekent, wij moeten gaan stemmen. Want als wij niet gaan stemmen, dan is er geen regering of zoiets blijkbaar nu. Of dat we gaan stemmen of niet. Er is toch geen regering. Of we moeten weer in de 100 dagen wachten voor een regering. Want het is eigenlijk echt triestig hoe dat allemaal werkt, man. Dus één, je zit al verplicht om te gaan stemmen. Meestal op een zondag. Want ja, je gaat toch niet denken dat dat in de week gebeurt wanneer dat je moet werken. Nee. In de week ga ik helemaal lekker travakken. En in het weekend kun je al een vrije dag kunnen nog gaan opstaan. Om er wat een papiertje te gaan invullen en om dan terug te keren. Hey, zit ik al er allemaal goed zot of wat? Dit slaagt allemaal op fucking niks, man. Dit is echt gewoon fucking bullshit. En het ergste van alle boys, dat vind ik nou zo erg, hè. Dat is uiteindelijk, mensen doen dat, mensen gaan kiezen. Oké, ze gaan verplicht kiezen, maar ze gaan kiezen. En weet je wat de politiek dan zegt? Ah wel, nee jong, hier, dikke vinger. Want wat wij doen is gewoon allemaal kleine partijen met een paar procent, een kliekje vormen dat 51% haalt, of de meerderheid, en dan zijn zij de regering. Dus uiteindelijk waar dat je op stemt als mens boeit geen hol, het boeit geen reet, want die mensen, die doen toch hun zin. Ik bedoel, als... Weet je, het Vlaams Belang had keiveel stemmen. Weet je, ik ben totaal geen Vlaams Belang. Helemaal niet. Eigenlijk politiek, het interesseert mij gewoon fucking geen klote. Eén, ik ken er al heel weinig van. En twee, ik vind allemaal gewoon zakkenvullers. Dat is wat ik vind. Ik vind dat een heel gemakkelijke job met een godverdomme serieus loon ook. Dus moest ik een beetje slim zijn en zo, ik zou direct in de politiek gaan. Ik zou dat direct doen. Je moet niks doen, je krijgt keiveel geld. En je kunt nog wat mensen in het zak zetten ook. Zo simpel is het gewoon. Ik vind dat ronduit belachelijk, man. Heel die politiek en heel die zever. Nu, dat is mijn gedachte over politiek. Je denkt ervan wat je wilt. Nu, dit was wel echt iets waar dat ik het over wou hebben in deze wereld. Is kut. Gewoon om het feit van... Weet je, de werkende mens betaalt die shit, hè, boys. Jullie geld gaat daar naar op, hè. Gulder betaalt daarvoor. Niemand anders, hè. Dat is fucking bullshit, man. Gewoon ook het feit dat die mensen gewoon zeggen van... Ja, oké, ja, kijk. Die partij heeft zoveel procent. Maar als wij met een paar kleine partijen samen zitten, hebben wij meer procent. En ja, dan hebben wij het voor te zeggen. Dat is fucking bullshit, man. Weet je wat dat is? Dat is gewoon zeggen, hier, samenleving, hier. Dit is het, jongen. Dikke vinger in je kont. Dat is het gewoon. En ik vind dat verschrikkelijk. Dus uiteindelijk, of dat je nu gaat stemmen, of dat je nu niet gaat stemmen, het boeit allemaal niet. Die mensen doen toch gewoon fucking onder zin. En dat is fucking sad als je het mij vraagt. Nu, boys, ik zie dat de video al langer dan 9 minuten duurt. Dus ik ga er stilletjes aan over ophouden. Laat mij vooral weten in de comments op YouTube wat dat je hier eigenlijk van vindt. Vind je dit normaal? Of stoort u dit ook zo hard zoals dat het mij stoort? Laat het mij vooral weten. En ik zie jullie graag in de volgende video. Yo, nog een goede nacht.